Elke dag rijden er duizenden treinen over ons spoor. Met ieder een eigen vertrektijd, route en eindbestemming. De seinen gaan op groen. De wissels worden omgelegd. Het lijkt zo vanzelfsprekend. Maar elke dag miljoenen reizigers en goederen vervoeren is niet vanzelfsprekend. Het begint allemaal met data. Data van alle vervoerders die gebruik willen maken van ons spoor. Ze hebben ieder een eigen planning die we met onze systemen omzetten naar één grote jaardienstregeling. De basis van het treinverkeer. Ons datanetwerk communiceert die dienstregeling naar de wissels en seinen, zodat treinen automatisch op tijd kunnen rijden. Dag en nacht. Maar wat als er dingen anders gaan dan gepland? Hier de trein die Leiden-Botlek met Ozan. Goedemiddag, over. Met de machinist van trein 48701. Ik sta voor een rood sein. Over. Geef uitzicht wat er aan de hand is. Over. Onze treinverkeersleiders zitten door het hele land. Wanneer een trein problemen heeft, zoekt ons communicatienetwerk altijd naar de dichtstbijzijnde verkeersleidingspost. Met onze 350 GSMR-masten zijn we het enige bedrijf in Nederland met een volledig eigen communicatie- en datanetwerk dat we samen met onze partner beheren. Veilig en betrouwbaar. Dat is ook onze prioriteit op het spoor. De vertreksamenstelling is er nog niet. Nou, dan gaan we dat regelen. Onze goederentreinen kunnen gevaarlijke stoffen vervoeren. Zij mogen alleen vertrekken wanneer het duidelijk is welke stoffen dat zijn. Zonder een vertreksamenstelling blijft het sein voor de machinist dus op rood. Dat is ontvangen. Ik heb je vertreksamenstelling zojuist binnengekregen en ik ga je rijweg instellen. Over. De machinist mag vertrekken. Nu moet het spoor worden vrijgegeven. Maar is dit wel mogelijk? Kunnen de wissels omgelegd worden? Rijden er geen andere treinen? Onze systemen voeren alle veiligheidscontroles real-time automatisch uit en maken het besluit. De wissels worden omgelegd. Het sein springt op groen. Klaar voor vertrek. Met onze ruim 700 ICT-collega's, 17 datacenters met ruim 1000 servers, honderden applicaties en 4600 kilometer aan glasvezel vormen we een van de grootste IT-landschappen van Nederland. En daar zijn we trots op. Een landschap dat iedere dag groeit om het spoor van de toekomst nog betrouwbaarder, duurzamer en efficiënter te maken.